gezellig. Trouwens, we willen ook allemaal mensen weten, want René negeert alles wat online gebeurt. Doe jij dat ook of reageer je overal op? Op online? Met ja, mensen die jou een beetje... Nou, ik doe dat wel vaak. Mensen zijn dan wel vaak verrast. Want jij hebt ook over de social media, wordt wel steeds erger. Maar als je bijvoorbeeld naar AZ Ajax wil, waar ik Brobbie bijvoorbeeld geen... Op de tackle op Brobbie geen rood gaf. Nou, ja, terwijl de speler in kwestie dacht dat hij rood zou krijgen. Maar ga door, ja? Ja, waarin gewoon, ja, dat achteraf dat het rood had moeten zijn. Maar goed, maar als je dan ziet wat je binnenkrijgt... Ah, dat is soms echt niet normaal, hoor. Dat is echt absurd. Nee? En met 100, 150 met al die ziektes erin. Dus echt, soms is het best wel gek. Alleen, en reageer je op al die mensen dan? Heel veel reageer ik er ook op. En soms zeg je, oh, we zoeken je op, ben je wel thuis? Ik zeg, nou, zeg hoe laat, zeg ik de barbecue aan. Ja, allemaal dat soort dingen. En dan zie je ze echt draaien neer. Ja. Dan zeggen ze, oh, legend, en weet ik al. Ja, ja. Maar ik had dus ook een man, toen was ik echt een slechte bui. Die stuurde mij dus ook van, ja, ik hoop dat je morgen in het nieuws komt... dat je dan kanker hebt, dat soort dingen. Hè? Dus dat sturen ze wel eens, hè. Maar dan zit ik te kijken, heb ik een screenshot van gemaakt... en dan ben ik gaan kijken wie dat is. Man van 48, werkt bij een ingenieursbedrijf. Dus zijn bedrijf getagd, zijn drie dochters getagd, alles getagd. En die heb ik hem teruggestuurd. Ja, groot gelijk. Ja, en ik zeg, deze ga ik zo posten. Ik zeg, bereid je vast voor. Ik zeg, ook op je werk, want ik denk niet dat ze het fijn vinden. Anderhalve dag, Johan, heeft die man mij alleen maar berichten gestuurd. Van, sorry Bas, had ik niet moeten doen. Ik heb alles op het spel gezet. En de anderhalve dag heb ik hem een bericht gestuurd. Ik zeg, natuurlijk post ik het niet. Ik zeg, maar het ging erom dat je even na ging denken. En daarna, al die wedstrijden daarna, elk weekend, hè, via Bas. Insta een berichtje. Bas, heel veel succes. Ja, echt niet normaal. Zo gaat het. Jij gaat van de zomer nog met die gozer op vlak. Ja, met de trein neem ik aan. Met de trein. Ja. Met de trein. Bas, weet niet wat verspeelde energie. Ja, soms denk je ook wel van, ja, waar ben je mee bezig? Maar kijk, aan de andere kant denk ik van, ja. Ik heb het niet. En ik weet het niet en het deert me niet. Nee, klopt. Maar jullie hebben het wel vaak op tv ook over gehad, hoe jullie erover denken. Maar het is niet meer, eigenlijk niet meer weg te denken nu. Nee, dat vind ik ook. Want je hebt er ook wel veel aan. Je krijgt met dit soort dingen ook te maken. Wat heb je eraan dan? Nou, ik haal best wel veel informatie tijdens een wedstrijd van Twitter af. En dan haal ik best wel dingetjes. Oh, dat is misschien leuk om te bespreken. Dus dat vind ik wel. Ja, als Mark van Rijswijk iets zegt in een wedstrijd van Ajax... en hij zegt, oh, fantastisch hoe Ajax dit doet... dan krijg hij ook weer de lotte bij hem. Bijvoorbeeld ook storm van Feyenoord supporters. Dus je hebt altijd wat, hè? Ja. Leo Driessen. Ja, Leo Driessen. Leo. Die moet je ook altijd hebben. Ja, dat vind ik zielig.